Hier bij onze grote roofdieren geven wij vaste dagen. Ja, van nature is dat eigenlijk heel erg normaal dat wilde honden af en toe ook wel eens vaste dagen hebben of dagen zijn dat ze niet eten. Het heeft er vooral mee te maken dat ze heel af en toe vangen ze wel eens grote prooidieren. En dat kan zelfs zijn tot de grootte van een zebra. Nou, als ze met een groep wilde honden een zebra vangen, dan kun je wel nagaan, dat is eigenlijk heel erg veel voor ze. Nou, dan kan het zomaar zijn dat ze daarna dus gewoon een paar dagen niet hoeven te eten. Nou, proberen we dat hier eigenlijk een klein beetje na te bootsen door ze ook niet elke dag eten te geven. Nou, hier in het park krijgen ze eigenlijk af en toe ook wel eens gewoon hele prooidieren. En daar zitten dus ook bijvoorbeeld ook de kleine botjes zitten daar nog in. Daar zit de huid, daar zitten de haren in. Nou, dat is allemaal best wel lastig te verteren. En de wat moeilijkere verteerbare dingen, dat is heel erg belangrijk voor het lichaam. Dat het gewoon heel even de tijd heeft om dat ook goed te kunnen verteren. Als wij nou elke dag die wilde honden eten zouden geven, dan zou het dus best wel eens kunnen zijn dat op een gegeven moment de haren, de botjes, die toch wel lastiger te verteren zijn, dat uiteindelijk gaat ontsteken in het maag-darmstelsel. En dan moeten we natuurlijk niet hebben. Dus vandaar dat het heel erg goed is om de wilde honden af en toe een vaste dag te geven.